allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Zoals jullie zien heb ik vandaag geen vlog, maar een shopvlog. En het is een shopvlog met boohoo.com. Dat heb ik al eerder een keer gedaan. Alleen is het een veel leukere samenwerking. Is voor mij best wel speciaal, want ik mocht mijn favoriete items uitkiezen. En mijn favoriete items, die hier dus naast mij staan, zijn nu verkrijgbaar via boohoo.com. Ik heb de link toegevoegd onder mijn video. Als je daarop klikt, zie je dus mijn favoriete items op de Nederlandse boohoo site. En ik vind het echt heel erg top om met boohoo samen te werken. Ik ga jullie zo mijn items laten zien. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik graag nog mijn kortingscode met jullie delen. Dat is Myriam dit keer. Dus alleen maar Myriam. De vorige keer was er wat verwarring rondom mijn kortingscode. Want toen was er dus al sale. Maar ik wil het even duidelijk maken. Met mijn kortingscode krijg je nu 20% korting. En een 20% korting geldt ook op sale items. Dus je krijgt op alles 20% korting. Ik hoop dat het nu een beetje allemaal duidelijk is. Dus vanaf nu kan je gewoon de kortingscode Myriam gebruiken. En dan krijg je op alles 20% korting. Ik ga starten, jongens. Om te beginnen, want ik heb op dit moment ook een item aan van boohoo. Het is deze bodysuit. Die heb ik nu aan. Ik heb deze in het wit. En ik heb deze bodysuit ook in het nude. En deze is eigenlijk mijn favoriet. Ik vind hem echt super mooi. Hij zit heel erg comfortabel. En hij zit ook echt heel erg mooi op je lijf. Ik heb een maatje 38 zoals ik al zei. En ik heb hem in meerdere kleuren besteld. Waaronder deze nude en deze witte. En deze doe ik meestal eigenlijk aan onder mijn blazers. Dus ik ga starten eigenlijk met de eerste blazer. Dit is de eerste blazer die ik heb uitgekozen. Echt een super mooie stof. Doet me een beetje denken aan lente en de zomer. Het is echt wel zo'n lekker zomerse jasje wel. Dit is een maatje 10. Dat is dus een maatje 38. En ik ga hem nu eigenlijk passen voor jullie. Ik heb deze nog niet gedragen zoals jullie. Er hangt nog een kaartje aan. Dus ik ga even kijken hoe die staat. Zo, ik heb de blazer nu aan. Echt super mooi. Hele fijne stof is dit. Echt mooi. En dat ook een gele erdoorheen vind ik ook echt prachtig. Gewoon. Eigenlijk vooral van blazers met gouden details, omdat ik altijd goud draag en er staat er gewoon echt perfect bij. En vooral lekker frisse kleuren voor de zomer. Dan kan je het lekker over je jurkje heen doen of over je bodysuit zoals ik nu al aan heb. Ja, ik vind het echt een hele chille outfit. Als jullie deze video kijken, dan is het eigenlijk bijna suikerfeest. Dus ik heb een paar favorieten uitgekozen die jullie ook aan zouden kunnen doen tijdens suikerfeest. En ik ga het natuurlijk ook vieren met Nessim's familie. Dus ik heb eigenlijk al mijn outfit uitgekozen. En ik heb eigenlijk drie opties. Mijn eerste optie is deze pak. Het is echt zo'n heel nette pak met weer gouden details voor mij. Dit is een beetje een zandkleur. Echt super mooi. Ik vind eigenlijk ook een outfit die je gewoon eigenlijk naar werk aan zou kunnen doen. Je zou hem ook aan kunnen doen naar een meeting, naar een verjaardag. Maar ik vind hem eigenlijk vooral leuk voor suikerfeest of zo. En zou ik ook zoiets gewoon aan kunnen doen met paarsfeest of zo. Ik vind het echt zo'n mooie frisse kleur. En ik ga dit pakje nu voor jullie aandoen. Ik heb hem nu aan. Hij is echt super chill. Vooral de bovenkant. Ik heb van boven een maatje 36. En van onderen een maatje 38. Maar die is helaas te klein. Ik moet een maatje groter. Kijk. Want de rits kan niet dicht. En hij zit echt super strak. Dus de broek is aan de kleine kant. Maar het jasje is perfect. Maat 36 en het is maatje 38. Ik heb hier een maat 40 van waarschijnlijk. Voor de rest heb ik hier een nude bodysuit aan. Dus een andere versie van wat ik net aan had. En een andere kleur. Ik vind deze ook echt super mooi. Ondertussen maken de katten even ruzie met elkaar. Ik vind deze super mooi. Het is een maatje 38. Ik draag tegenwoordig ook echt letterlijk alleen maar bodysuits. Omdat het gewoon veel mooier zit met een broek. En als je even bukt, weet je gewoon dat je niet in kijken van achter, zeg maar. Dus ja, ik weet niet. Ik heb tegenwoordig alleen maar bodysuits en I love it. Deze zit echt zo mooi op je lichaam. Ik ben er heel erg blij mee. Next. Ik heb echt heel veel leuke dingen uitgekozen. Ik ben echt zo blij mee. Ik heb eigenlijk gewoon dezelfde pak besteld. Maar dan in deze kleur. Want ja, de zomer komt er gewoon aan. Ik wil eigenlijk gewoon een frisse kleurtje. Zoals ik zei, ik hou echt heel veel van zandkleuren. Maar af en toe wil ik gewoon ook zulke kleuren kunnen dragen. Oh mijn god, ik vind deze kleur misschien nog wel mooier. Dat had ik echt niet verwacht. Ik vind het echt super mooi, jongens. wel zoals ik had verwacht dat de broek te klein is. De bovenkant is gewoon goed, maar ik vind dit echt heel mooi. Ik zit nu zelfs te twijfelen om gewoon dit aan te doen met suikerfeest. Ik ga even naar achter lopen voor jullie. Dan zien jullie een beetje hoe het valt. De lengte is eigenlijk echt goed voor mij. Ik ga nu over naar de huispakjes. Ik heb ervoor gekozen om ook huispakjes tot mijn favoriet te maken. Want ja, het hoort toch bij wie ik ben. 9 van de 10 keer loop ik erbij in een joggingbroek of gewoon lekker comfortabele kleding. Dus daarom heb ik gekozen voor huispakjes. Waaronder dit huispakje. Maar dit is een lekkere warme set. Eigenlijk vooral voor de winterdagen, voor de koudere dagen. Maar ik vond deze echt zo comfy eruit zien dat ik hem heb gekozen. En ik ga hem even passen voor jullie. Zo, ik heb mijn huispakje aan. En de vorige keer had ik jullie al verteld. Toen had ik huispakjes besteld, maar dan in maat 38. Omdat ik normaal gesproken gewoon 38 ook van beneden gewoon draag. Maar die waren veel te groot. Dus ik heb dit keer voor een 36 gekozen. Ja, omdat het een beetje zo'n dikke stof is, maakt het je wel een beetje voller. Ik heb een maatje 36 en hij zit echt enorm fijn. Dus een maatje 38 heb je zeker niet nodig. Er zit zelfs nog ruimte in. Dus echt een heel comfortabele outfit. Echt super lekker, maar dan denk ik vooral voor de koudere dagen. Oké, dit was dus mijn eerste chill outfit. Ik heb een tweede en dat is deze mintgroene versie. Ik had hier al een paarse versie van, maar die was dus te groot, want ik had een maat 38, een M en dit is een S. Maar ik vond die andere echt zo chill, alleen die broek zakte me de hele tijd af. En ik wil heel graag eigenlijk hetzelfde huispakje, maar dan in het mintgroen. En die heb ik nu besteld. Het is eigenlijk zo'n off-shoulder pakje, daarom vind ik hem ook echt zo cute. En ik vind deze kleur ook echt super mooi. Dit is een maatje S. En hij valt nog best wel baggy. Ik had hem zelfs kleiner verwacht. Maar het is best wel een baggy huispakje. Wel heel erg chill om gewoon echt in te chillen. En zo ziet hij er van achter uit. Ik weet niet, ik ben nu een beetje zo in de fase van mintgroen. Zoals je zag met het pakje en dit pakje. Ik vind het echt heel erg mooi. En ik denk dat het ook echt heel mooi is bij mijn haarkleur. Dus vandaar dat ik hiervoor heb gekozen. Ik denk dat ik nu overga naar mijn favoriete gedeelte. En dat zijn de maxi-jurken. Ik heb 4 uitgekozen. Waaronder een zwarte. Gewoon een basic eigenlijk. Een bruine met zo'n diepe uitsnede bij de rug. Ik heb een witte uitgekozen. En dit is echt mijn favoriet. En dit wordt waarschijnlijk mijn outfit voor Suikerfeest. Maar ik twijfel tussen deze en mijn mintgroene pak. Laat me hieronder weten wat jij mooier vindt. Maar dit jurk. Even serieus jongens. Het is zo'n hele lange maxi jurk. En kijk van dichtbij die print. Oh my god. Ik denk dat dit echt mijn favoriet is. Dit is een maatje 38 trouwens. Die ga ik nu passen. Het is echt een maxi jurk. En hij komt ook echt letterlijk tot mijn enkels. Echt een maxi jurk. Ik heb hier trouwens niks onderaan. Geen correctiekleding of wat dan ook. Er zit een beetje hier een buikje. En hij is van achter helemaal open tot hier. Is deze zwarte en die heb ik vorige keer gehad in het bruin. Ik vond hem echt zo chill zitten. Ik had dit toen met het Queen Tars event aan. Dat ik hem ook eigenlijk gewoon in zwart wou. En dit is hem. Het heeft zeg maar zo'n V-halsje van voren en ik vond hem echt gewoon heel mooi zitten. Even kijken welke maat ik hiervan heb besteld. 10. Dat is een maat 38 en volgens mij had ik vorige keer maat 36. Ik heb het zwarte jurkje aan. Ik heb inderdaad 1 maat groter genomen. Want zoals je ziet, de V-hals vorige keer kwam tot en met hier of zo. En nu heb ik een diepere inkijk. Dus hij zit wel iets anders. Hij zit ook echt minder strak. Ik vind het wel echt heel erg chill zitten. Ik denk dat dit eerder mijn maat is dan de vorige. Dus ik heb hiervan een maat 38. Hij komt letterlijk tot mijn enkel. En hij zit echt super fijn. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Ik ga deze jurk combineren met deze schoenen van boohoo.com. Vorige keer zei ik het ook al. Maar ik vind echt dat ze de mooiste sleehakken ever hebben. Zoals je weet ben ik super klein. En heb ik liever dat ik sleehakken aan dan een normale hak. Zijn gewoon veel fijner. En meestal zijn ze best wel lomp. Maar ze hebben echt de mooiste sleehakken ever gewoon. Maatje 36. En dit wil ik graag onder deze jurk dragen. Echt een super mooie combi. De zwarte outfit ga ik overschakelen naar wit. En dit vind ik echt zo'n heel mooie strandjurk. Het is gewoon zo lekker luchtig op een warme dag. En dan gewoon echt zo'n bloemetje in je haar of zo. Ik weet niet. I like it. Oh, ik vind hem echt zo leuk. Eerlijk, het is toch echt het perfecte strandjurkje of zo. Of gewoon als je even naar een boulevard gaat. Of gewoon lekker op het terrasje gaat zitten. Dit is toch echt gewoon een super mooie jurk daarvoor. Ik al zei, wou ik deze outfit combineren met heel mooie sandaaltjes. En dat zijn deze. Dat heb ik net nieuw binnengekregen. Ik heb ze nog niet gedragen. Maar deze zijn echt zo fijn. Ik heb ze namelijk gepast. En het is iets kortere hak. Ze zijn niet zo hoog als de andere. Dus ideaal voor een stranddag. En hoe mooi is het gewoon samen. Het is gewoon zo'n rosé kleurtje. Echt heel erg cute. Als laatst, mijn favoriet. En het is dit jurkje zoals ik al zei. Dit is een maatje 38 ook. Deze heb ik wel gepast. Daar heb ik al heel veel foto's mee gemaakt. Ik heb daar gisteren een shooting gehouden. Super heerlijke jurk. Hij is iets aan de lange kant voor mij. Maar deze ga ik dus ook combineren. Deze schoenen. En dan is die eigenlijk perfect voor mij. Dit is best wel een hoog hakje. Ik heb het jurkje nu aan. Ik ga hem natuurlijk niet zo dragen. Maar ik ben vergeten mijn topje aan te doen hieronder. Ik heb dus zo'n strapless topje hieronder. Hij is zwart. En dan heb je eigenlijk daardoor geen inkijk. Dat had ik gisteren eigenlijk ook op die manier gedragen. Dus moet je eigenlijk een beetje wegwerken. Want ik ga dus echt niet naar mijn schoonouders met zo'n inkijk. Maar dit is wel echt mijn favoriet gewoon van de hele collectie. Ik ga even naar achter lopen en dan zien jullie eigenlijk al mijn hele jurk. Zo, dit was alweer mijn shoplog voor boohoo.com. Ik hoop dat jullie het een leuke shoplog vinden. Ik hoop dat jullie heel leuke dingen hebben zien voorbij komen. En ik ben echt benieuwd wat jouw favoriet is. Laat me het alsjeblieft hieronder weten. Als je iets leuks hebt voorbij zien komen en je wilt het bestellen, doe het dan nu snel met mijn kortingscode. Dat is Myriam. Heel simpel eigenlijk, gewoon Myriam. En dan krijg je 20% korting op de nieuwe collectie of op de sale. Nog extra korting. Dus geniet ervan en ik zie jullie bij de volgende video weer. Doei!